Yo mensen, welkom bij vandaag op mijn kanaal de allereerste aflevering, maar in totaal de tweede aflevering van Draft Bingo. Huppakee, bingo! En, je hoort het al, zijn we vandaag met Raoultje. Ja, en zeker. Als je nog niet aflevering 1 hebt gekeken, waar ben je dan in godsnaam bezig? Dan heb je zeker iets gemist hoor. Dan heb je absoluut iets gemist. En dat is ook kritiek, cruciaal tuurlijk, voor het volgen van de serie. Ja, nee, absoluut. Link daarvan zal in de beschrijving staan. En eigenlijk moet je die gewoon eerst gaan kijken voordat je deze video kijkt. Ja, lijkt me handig. Leg ook alle regels in. Maar zullen we er toch nog even snel doorheen gaan? Ja, laten we even snel doorheen gaan. Je ziet alweer een paar van die vakjes staan. En voor de mensen die dat al hebben gezien in de vorige aflevering, die weten wat dat betekent. Voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, we hebben hier 9 vakjes staan. En die moeten we zo meteen in de draft gaan afweten te vinken. Gaan afstempelen. Gaan afstempelen. Net als bingo. Dat is net echt bingo. Ik ben trouwens ook de grappenmaker van de bingo. Wist je dat? Dat weet ik. Niet alleen van de bingo club, maar ook van de autistvereniging De Ramelappers. patiëntenzorg. Doe mijn wens. van alle instanties waar ze minder valide begeleiden, ben ik wel een flinke grap maken. Ja, precies. We hebben hier dus een flinke lijst met veel van de vorige afleveringen terugkomend. Maar ook een paar nieuwe. Raoul, waarom leid jij ons niet er doorheen? Ja, zullen we linksbovenaan beginnen? Daar zie je dat een speler die uit de Eredivisie komt, of Eredivisie. Ik heb zoveel moeite met praten, het is echt ongelooflijk. Ja, noem mij een patiëntje. Ja. Noem je mij een patiëntje. Echt niet normaal. Een speler die in de Eredivisie speelt en je krijgt het puntje alleen op het moment dat je die speler ook echt kiest in je draft. Ja. Daarnaast staat een slide, dus een fut-draft keuzemenu van 5 spelers, waarvan er minimaal 3 uit hetzelfde land komen. Die is pittig hoor. Een team of the group stage kaartje, die je dan ook inderdaad moet kiezen. 2 spelers van dezelfde club, die is relatief makkelijk. Ja. Een legend, is wat moeilijker. Een Scream of November kaart, die twee kan je combineren. Een team of the year, een speler die een one-to-watch kaart heeft. Dus bijvoorbeeld Pogba, Renato Sanchez, Gagliardini. Kaartjes komen niet per se in fut-draft, maar die kan je dus wel gewoon kiezen. Ja, daar vergis ik me vorige aflevering flink in. Want je moet dus ook constant opletten op de normale spelers die geen special card zijn of die misschien zo'n special card hebben. Dat is gewoon lastig. Precies, dat vind ik even de moeilijkste. Opletten. En nu een nieuwe. Ja, ik heb er zin in. Markstempel. Dus de markstempel. Je moet een speler hebben die kaal is of gemillimeter de haar heeft. tegelijkertijd met een Arsenal speler. Ja. Dus bijvoorbeeld Arjen Robben en Mesut Özil. Ja, is op zich best wel lastig denk ik hoor. En dan mag je dus de Arsenal-speler of de kale kiezen. Dan krijg je in ieder geval, bij een van die twee krijg je die punt. Ja, absoluut niet makkelijk. Absoluut niet makkelijk. Nee, ook die is weer lastig. We gaan het meemaken vandaag. Een blauw duimpje zouden wij in ieder geval heel top vinden. Nou, ik vooral, want daar komt mijn video hoog en krijg ik lekker veel meer monies. Daar hebben we heel veel behoefte aan. Ja. Oké, ik weet niet of je dat erin gaat doen, maar het maakt niet uit. Dat zie ik wel. Mensen, like in ieder geval dus zeker. En blauw duimpje. We zullen gewoon beginnen, want ik kan zelf niet wachten. Nee. Stel, jij wil weer andere dingen zien. Je denkt, dat is te makkelijk. Laat dan even een comment achter met iets dat bijvoorbeeld ik moet doen en dat Milo moet doen. En iets dat wij alle twee moeten doen. De vorige aflevering hadden we dat ik Sergio Ramos moest krijgen en Milo David Luiz. Ja. En allebei hadden we dan Chelsea de rest Inter, en Chelsea en Inter. Ja. Misschien weet je nog meer van dat soort leuke dingen. Bijvoorbeeld iemand met een hele grote piemel en dat ben ik dan. En iemand met juist een hele kleine snikkel en dan Milo. Ja, maat 48 hoor, ik zeg verder niks. Oké, gaan we kiezen? De boodschap is duidelijk, ja. Mensen, dus laat zeker die gewoon die suggesties achter. Wij gaan ondertussen beginnen. Keeperpointjes pakken wij mee. Heb je onze opstellingen? De opstellingen, ik ga voor 4-3-2-1. Ik ga voor 4-3-3, standaard. Oké, dan in ieder geval een beetje dezelfde situatie. Ja. En daarnaast, naast die vinkies, naast die vakkies. Oeh! Ja? Naast die vakkies. Ja, ja. Degene met hoogste teamweten krijgt ook een punt. En degene met de meeste teamgeest krijgt ook een punt. Ja, heb jij je aanvoerders al te zien? Ja. Ik heb hier twee opties. Ik kan twee dingen kiezen. Ja, joh. Ik kan kiezen tussen team of the group stage Messi. Of een van de twee Juventus spelers. Maar ik ga toch voor het team of the group stage. Want ik denk dat ik ook doen als ik daar was. Ik denk dat die twee clubs krijg je regelmatig uit ervaring. Ja, ik ga denk ik voor Ben Arfa. Ik ga dus voor team of the tournament met Messi. Ja. En heb je hier al meegepikt. Nou, rechtsbuiten. Dan ga ik ook even team of the tournament Messi krijgen. Ik ga voor nu voor het spitsje. En in het spitsje krijg ik de volgende. Oeh. Spitsje heb ik hier. Oh, ik heb hier een team of the tournament. Ja, tuurlijk heb ik hem ook. Ja, die blauwe. Nee. Ja, dit is ongekend, mensen. Dit is ongekend. Dit is echt. Dit moet ook bij me overkomen. Ik heb een team of the year. Dus daar ben ik in ieder geval heel positief over. Ja, dit krijg je echt gewoon een reu van. Ik heb ook een kale speler, Arjen Robben. Maar ik heb dan weer geen Arsenal speler. Dit is ongekend. Ja. Klootjezooi. Haha, ja, ik ga in ieder geval voor Messi, maar, ik heb ook een puntje. Maar wat ik nou bedenk, ik krijg nu een team van de group stage Giuliano, maar die heeft natuurlijk ook een one-to-watch. Legends! Die heeft ook een one-to-watch. Oké, ik heb nu one-to-watch afgevinkt, of die heeft natuurlijk ook een one-to-watch. Oké, linksbuiten. Kut. Ja, ik heb Higuain, dus zou ik een one-to-watch. En ik heb hier twee Napoli-spelers, insane, wat gaan we lekker. Oeh, hey, ik heb twee legends.
Twee Legends? Ja, dat is ook van dezelfde club. Nee, dat is geen club. Jawel. Ja, normaal gesproken zou ik het fout rekenen, maar omdat Twee Legends gewoon echt wel heel bijzonder is, reken ik het gewoon goed. Oké, top, ja. Dankjewel. Maar twee ja. Ja, niet dezelfde, Shuker en Stoichkov. Ja, nee, prima joh. Ja. Als je zo speelt. Oké. Ja. Hey, team of the group stage. Woe! Ik heb hier twee Juventus spelers, maar nu gaan we voor de chemistry. Ja, ik ga voor Neymar, die heeft de team of the group stage. Dus ja, dat is ook echt prima begin tot nu toe. Ik heb er drie, volgens mij. Nee, vier. Kishio. Ja, ik heb ook wel redelijk wat hoor. Hey, een Eredivisie speler, Marco van Ginkel. Marco van Ginkel, lekker. Marcootje, ben ik heel tevreden mee. Ik heb hier een flink kale Cambiasso, maar geen Arsenal. Oh, ik heb... Wat heb je verder? Ik heb twee team of the years. Maar dat daar oh, echt joh? Aan. Ja. Ja. Je wil natuurlijk wel één team of the year gewoon, die je kan afvinken. Ja, dat wel. Maar die had ik al. Ik had Messi. Ik heb ongelooflijk druk. Oké, linksbacky. Ja. Ik heb een Arsenal speler en Evra met weinig haar. Ah, oh, jongen. Ik heb nog geen enkele Arsenal speler gezien überhaupt. Ik heb Monreal en dan Evra. En Evra moet ik dan kiezen? Ik kies Monreal wel. Nee, ik kies Evra. Dat doe ik. Want dan Marco van Ginkel en Ben Arfa omdraaien. Huppakee. Let's go, Marky. Deze is voor jou. ik heb niet op de nationaliteiten gelet. Kut, daar moet ik even op letten. Mamadou Sakho. Of heeft eentje... Nee, geen een van deze heeft een... Weer geen Arsenal. Kaartje. Geen... Ik vergeet ook naar nationaliteit inderdaad. Ja, die is lastig. Die moet je goed opletten. Alexander. Moet je inderdaad in de smiezen houden. Flink in de smiezen houden, die handel. Ik heb hier... David Luiz! Nee, wel David Luiz! Ja, dit is zo kut, hè? Ja, die had ik de vorige aflevering flink nodig, mensen. Als je die nog niet hebt gezien. Ah, kutje. Daily blind. Hey, geen een van deze heeft een one to watch. Ja, ik ga voor Sabaleta. Oké, keepertje, kom op, jongens. We moeten nog meer van die dingetjes. José Reina, Begovic. Ik heb hier Ashley Williams en Mustafi. Ah, nee, dan heb je ja, ook die Marky. Nee, je hebt ook Marky. Marky. Ik heb zilvers. Ah, kutzooi. Ja, lekker. Ik voor chemistry van deze spelen niet ideaal, maar ik moet hem wel pakken. Ik heb wel een hoge rating, maar niet goede teamgeest tot nu toe. Ik moet nog Team of the Year, Legend, Scream of November en de nationaliteiten. En Eredivisie zelf nog. Nou, we lopen redelijk gelijk, op zich. Ja. Kom op. Ja, weer ook gewoon alleen maar verkeerde nationaliteiten. Oh, dat is gewoon helemaal kut. Ik heb hier een dubbele mark. Bellerin en Zabaleta. heb ik natuurlijk niks aan. Maar ja, nee. Zabaleta is ook wel goed kaal trouwens. Zo. Over kaal gesproken. Koekoe. Kale koppen niet te stoppen. Ja, hey, ik loop een beetje vast. Oh, ik heb hier Jappie Sillissen. Die is geen Eredivisie meer. Ik loop een beetje... Nee, oh shit. Twee Spanjaarden. Ja, daar koop je niks van. Koop je helemaal niks Sala voor. Dan. Oh, nee, precies. Benzema, ja, Bill, Hazard, Di Maria. Ah, ook dit is weer niet echt heel erg goed. Ja, wel hoog rated, maar ja. Daar kun je niks aan eigenlijk, hè? Nee, inderdaad. Kom op, jongens. Marco Reus. Nee. Weer alleen maar... Ik zou wel een legend lust of zo. Man. Team of Group Stage, ja, heb ik al. Informpie heb ik ook al. En dan weer twee Portugezen. Maar ja, je moet er drie hebben. Ja, die nationaliteit is al lastig hoor. Die krijg je echt niet zomaar. Ah, shit. Twee Brazilianen en twee Spanjaarden. Altijd pijnlijk. Oké. Amiro, Burki, Lori. Ik heb nog steeds geen legend. Die legend is gewoon kansloos. Ja, ik wil niet meer krijgen. Ik heb nog twee spelers. Ik heb nog wel meer. Kijk, ik heb nog één. Oh, Luke Shaw, daar ben ik tevreden mee. Daar ben ik zeker weten tevreden mee. Kom op, laatste speler dan. Kom, Eredivisie speler. Oh, nee, wat is dit voor speler? Ik heb die paarse Rooney. Dat was bijzonder als hij op de lijst stond. Ja, die hero. Maar daar zijn niet, vandaar dat hij er niet op staat. Maar die zou inderdaad heel ziek zijn. Die zou echt ziek zijn, maar ja, die zat er niet op inderdaad. Of nee. Team Sventje vond ik een beetje hem erop, hè? Laatste waarschuwing. Ja, hey, ik heb wederom niet hele goede spelers. Ook ik heb niet echt gemakken. Ik kan nog wel een beetje gaan goochelen. Ik moet er nog 6 trouwens. Ik heb nog flink wat spelers over. Ik doe dan wat langzamer. Oké. Dit is teamgeest dan. Oh, nog 2 spelers over. Kom op, één Eredivisie speler. Moet er gewoon tussen zitten. Arias! Ja. Dankjewel, Rob. Nee! Kutzooi, daar heb je hem ook gewoon. Ja. Lekker. Dan de laatste speler. Kom op, even 3 nationaliteiten.
Maar ja, dit is lekker, lekker. En dan ga je die Arias mee pikken op het einde. Lekker. En die AFO pikken we ook heerlijk mee, Lemos. Ik heb ook volgens mij helemaal niet goed op Want to Watch gelet. Of Want to Watch gekeken of iets. Maar die heb je nog niet? Nee. En heb je ook niet nieuws in je team staan waarvan je denkt, die heeft hem nog alsnog? Oh ja, Ben Arfa heeft er één. Ik had niet moeten zeggen, kushoi. Yes, ik had het absoluut niet moeten zeggen. Je hebt natuurlijk het begin al gekozen, was ik helemaal vergeten. Ik had het absoluut niet moeten zeggen, bleek. Ik moet nu ineens, ik had gewoon lekker dat puntje moeten meenemen. Kutzooi. Ja. Oké. Ik ga even rustig kijken hoeveel punten ik heb. Ik ben klaar met mijn team, ik heb mijn coach gekozen. Nou, ik moet je zeggen, ik had dus niet volle teamgeest. Mm-hmm. Maar dat heb ik nu gewoon wel. Ach, klote jong. Ja, daar baal ik ervan. Dus als ik dus zo bij elkaar mag optellen, heb jij gewoon 2 punten extra. Ik heb er 7 van de 9 voor. Ik heb er 5. Ja! Ja, ik vind het echt lullig, die Legend en die Team of Year, die krijg ik gewoon niet. Dat is gewoon kut, dat is gewoon mooi kut. Maar nee. Goed, ik ga nu natuurlijk de chemistry dat in... Zijn de... Ja, dat zijn skills. Dat zijn skills. Ik ga nu natuurlijk de rating en de chemistry wegsnoepen, dus kom maar door. Wat is jouw chemistry? 100. Ja, mij ook. Ja, ja. 0 punten. Ja, met Moses op CM. Als rechtswing buiten. Ah, klote Moses. En jouw rating? 87. Ach, klote! 86. Ja! Let's go! Let's go! Dat zijn gewoon 9... Nee, dat zijn 8 puntjes. Die investering, jong. Sterk op 16 in totaal. Ja. Dan ben ik gewoon op 9. Heb je er maar... ik had er net vorige ronde 4, nu heb ik er 5. Ja. Yes. Wat een grappig, man. 16-9. Duimpie voor Rauli. Ik ben zo goed hierin. Oh, ik ben... Ik ben zo goed hierin. Ik ben echt zo ont... Ik verbaas me erover. Hier kan je niet goed in zijn. Echt wel. Dit is echt... Ja, maar hoe kan je nou goed... Ja, maar je gaat ook zo juist zeggen... keuzes dat maken. Ja, ik zou zo zeggen dat het een skill... Tactische setten maken. Dat het skill is en jij legend krijgt dat team van de Jezus en ik niet. Dat is, je gaat zo zeggen dat het skill is, hè, ja. Is ook skill. Ja, je, weet je, je kan linksom, je kan rechtsom. Je kan er lang over lullen, je kan er kort over lullen. Maar er komt gewoon, maar gewoon een bepaalde we allemaal set met skills bekken. Bij kijken. En daar beschik ik over. Mensen, help mij een beetje. Zorg dat ik een challenge doe bij Raoul dikke legends moet doen en ik een paar non-rares of zo. Ja, bedenk even iets wat gunstig voor mij uit. Ja, maak het even uitdagender voor mij. Dit is ook weer. Ja, maar kijk, het ergste is inderdaad dat niet. Als je bij Raoul speelt en hij wint een keer, dan weet je ook zeker dat je dit soort verhalen dit keer door krijgt. Zo irritant pleur. En de challenge die we op het einde moeten doen, ik weet al iets. En jij weet het ook dat ik het al verteld. En ik kan niet wachten. Voor mij hebben we dat niet verteld. Maar degene die dus uiteindelijk over al die afleveringen bij elkaar verliest, die moet dus een challenge uitvoeren die de ander mag bedenken. En daar heb ik geen zin in. Want ik zou alweer al verliezen, hoor. En ik voel de bui alweer hangen. Bedankt voor het kijken. En mensen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe, reageren. Ga Raoul zeker abonneren en volgen. En een beetje zoenen af en toe, misschien. Oeh. En, zullen we dat ook weer doen als de camera's uit zijn straks? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Mensen, tot de volgende video. Ciao. Joejoe. Joejoe.